Ik ben Hans Achterhuis. Ik was 2 jaar lang Denker des Vaderlands. Ik zei toen ik dat zou worden, van niemand wist van hoe je dat moest invullen. Ik ga niet overal antwoorden op geven op elke maatschappelijke vraag. Maar ik ben met heel veel maatschappelijke thema's bezig geweest. Als er vragen komen rondom die thema's, kan ik over praten. En wil ik dat graag doen. Nou, dat heb ik gedaan in Tegendenken. En die titel Tegendenken die komt deels van mezelf. Ik vind het heerlijk om, als er een algemene opinie is, om vaak te denken, ja, maar het zit toch iets anders en moet je daar geen vragen bij stellen. Maar die titel Tegendenken komt ook van de mensen met wie ik in gesprek ben geweest. Ik heb 8 colleges gegeven in het Studium Generale in Utrecht. En steeds zocht ik iemand op met wie ik in het verleden discussies had gehad. Soms gewoon simpele ruzie zelfs. Om te kijken hoe het er nu mee stond. En elke keer opnieuw, als dat thema aan de orde kwam, was mijn ervaring van, ik heb toch heel veel geleerd van die tegenspraak die ik vroeger kreeg en die ik zelf ook gaf natuurlijk. En dat is het belang, denk ik, van het boek. Op een aantal themata van dat je als lezer ook kijkt van, hé, het zou anders kunnen zitten en tegenspraak is belangrijk.